Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat de termijn verlengd wordt. Hoe lang, dat kan je niet zeggen, want niemand weet hoe lang deze crisissituatie gaat duren. En daarnaast hoop ik dat er eindelijk duidelijkheid komt over mondkapjes, over testen. Want daar maken mensen zich druk over. Ze willen weten dat die snel beschikbaar zijn. Ouderen zijn de zwaarst getroffen doelgroep. Die maken zich echt heel veel zorgen. Ik krijg op dit moment meer dan 600 mails per dag. Echt van mensen die ongerust zijn. En die zijn vooral ongerust door verkeerde berichten die eerst naar buiten kwamen. En ouderen moeten gerustgesteld worden. Dus die informatie, dat is het allerbelangrijkste, die moet duidelijk zijn. Ja, de informatie moet duidelijk zijn. Toch hoorden we bijvoorbeeld ook gisteren weer van de voorzitter van de Vereniging van IC's dat dus het aantal beademingsapparaten en het aantal IC-plekken dat spannend gaat worden. Dus logischerwijs komt er dan ook een discussie op gang van wie gaat er naar de IC en wie niet. Hoe zou het kabinet nou die zorgen bij ouderen die er dus blijkbaar spelen over ik ben 80, dus ik maak geen kans meer om naar de IC te gaan. Hoe zouden ze die weg kunnen nemen? Zijn ze daarmee bezig? Nou, de intensive care geneeskunde is niet mijn vakgebied. Dus ik zie net als iedereen thuis dat het kabinet hier bovenop zit. Dat er voorlopig nog voldoende IC-bedden zijn. Dat er keihard wordt gewerkt om er meer te creëren. Dat zien we ook. Ik vind dat hoopgevend. Hè. Er wordt ook geld voor uitgetrokken in heel snel tempo. Voorlopig zijn er dus voldoende bedden. En ik heb er vertrouwen in dat men ook alles doet om dat zo te houden. Zeker, maar toch zijn er zorgen bij ouderen van is het straks niet zo dat ik niet meer naar de IC mag omdat ik bijvoorbeeld te oud ben? Hoe zouden ze die zorgen, ook al zijn ze dus niet terecht, als die zorgen er zijn? Dan moet er misschien iets gebeuren om die weg te nemen. Ja, nou, we hebben in Nederland een enorm goede gezondheidszorg. En bij alle behandelingen geldt het zo dat artsen zijn opgeleid om afwegingen te maken wat gegeven de middelen die er zijn voor iemand de beste behandeling is op dat moment. Daar hoeven we geen zorgen over te hebben. Dat gaat om de totale toestand van de patiënt. Wat is voor die patiënt het beste? En daarmee moet je soms ook patiënten afwegen. Ja, ja, want u heeft zelf ook een medische achtergrond. U weet natuurlijk iets van dus medisch-ethische dilemma's waar artsen in het algemeen voor komen te staan. Hoe ziet dat eruit in de opleiding? Daar worden ze dus specifiek op voorbereid. Natuurlijk, medische ethiek is zelfs een vak. We hebben ook hoogleraren medische ethiek. Dat is niet mijn vak. Ik ben een eenvoudige nierpatholoog. Ik weet veel van nierziektes. Maar natuurlijk worden jonge artsen opgeleid, vooral door die medische ethici, in het nemen van dit soort beslissingen. Ja. En het vooral ook erover communiceren met patiënten. Zodat er dus niet verwarring kan ontstaan van ik ben oud, dus ik krijg automatisch geen behandeling meer. Nee, dat is natuurlijk onzin. Dat is totaal onzin. Helemaal mee eens. Zo moet het ook uitgelegd worden, denk ik, aan heel veel mensen. Namelijk, ik vind het ook ontzettend jammer dat op in Nieuwsuur, dat is een enorme passie om elke keer aan die artsen te vragen die ook niet goed toegerust zijn om dit soort vragen publiekelijk te kunnen bespreken. Continu te vragen, moeten nu ouderen behandeld worden of niet? Alsof een soort voltooid levenwet is aangenomen. Zoiets is het niet. Leeftijd is niet de eerste of enige maatstaf om te kijken of iemand moet behandeling krijgen of niet. Er zijn zoveel verschillende criteria, die moeten allemaal doorgelopen worden. Maar weet u wat het probleem is? Het probleem is dat dit soort dingen kunnen nooit in de studio of iets dergelijks besproken worden. Het zijn hele ingewikkelde individuele afwegingen. Er zijn geen algemene normen. Er zijn altijd casuïstieke, gewoon individuele afwegingen die een arts met een patiënt moet maken. Ja. Dus daarom vind ik het zo raar dat in verschillende programma's komen artsen zelf daarover praten, alsof ze kunnen iets heel zinnigs daarover zeggen.